En de laatste, dan moet ik even diep denken. De bekendste, Martin Tepper. Ja, dat is duidelijk, hè. Dus, We hebben 4 nieuwe Paarse lopers. Bart van Vliet, Patrick Koelemeij, Boudewijn, Maas en Bas Hellinga. Dat zijn 2 spelers uit de Eredivisie en 2 die uit de Eerste Divisie komen. Dan hebben wij een nieuwe libero, Janno Timmerman van Dynamo. Wij hebben een nieuwe middenman, Wouter van der Groot van de Eerste Divisie Animo Snake. En daarnaast hebben wij nog een buitenlandse spelverdeler aangetrokken. Die op dit moment op de WK staat te volleyballen voor Australië, Scott Newcomb. En dan hebben wij ongeveer 9 à 10 spelers. We missen nog wat mensen, die gaan in de loop van het seizoen toch nog wel komen. Maar we hebben een redelijk kleine selectie. En waar mogen we Capelle aan het einde van het jaar verwachten? Ik denk een reële inschatting, heb ik ook al in de krant gezegd. Ik denk op 5e, 6e plek. Wat we kunnen verwachten? Nou, dat is een hele moeilijke vraag, omdat dit team zo onervaren is. Maar ik gok zelf toch op een 5e positie, waardoor wij het recht krijgen om in de play-offs te spelen in de eerste ronde tegen nummer 4. Dat geeft ons de grootste kans, de grootste mogelijkheid om naar de volgende ronde door te stoten en dus eventueel Europees volleybal af te dwingen. Al dus Edwin Benne. We pakken de wedstrijd op bij een stand van 12-7 in de eerste set in het voordeel van AMVE dat hier serveert. Met Bart van Vliet. Van Vliet die vorig jaar nog speelde bij Capelle. En dus gebrand was op een goede wedstrijd. Goede middenaanval hier van Job Ebbelaar. Die ervoor zorgt dat de side-out gaat naar de ploeg uit Capelle. Bakker aan de opslag. Paas. Van Hellinga was slecht verzorgd. Gelijk afgestraft. En zo komt Capelle terug tot 8-12. Een beetje een rommelige wedstrijd. Waarin Capelle moeite had met de servicedruk van AMVA. Dat verrassend goed speelde. In een aanval van Hellinga. Die Bakker niet kan pareren. En zo wordt het 13-8. Voor de ploeg uit Amstelveen. De spelverdeler Remco Boonstra aan de opslag. Voorlopig is hij ook de enige spelverdeler omdat Scott Newcomb, we hoorden het al van Edwin Benne, nog bij de selectie van Australië zit. Elroy Bezemor. In het verloop van de eerste set spelverdeler van Reverving en ook lang bleef staan. Hellinga. Bezemor. Kies voor Trommel. Nog een keer Capelle. En nog een keer Trommel. Tactische bal. Van Vliet. Die goed speelde. Bart van Vliet. Hij is 22 jaar. Hij is een Belg. En hij speelde dus, zoals ik al zei, jarenlang bij Capelle. Staat inmiddels 14-8. En dus setpoint voor AMVA. En dan het goede blok van Timmerman en Wiebering. En zo wordt het 15-8 in de eerste set voor AMVA. Dit is oud-speler van Capelle, Ellen van der Loo. Die het allemaal leidzaam toezag hoe zijn oude ploeg niet al te best stond te spelen. Het zijn beelden uit de tweede set. En daarin staat dit inmiddels 10-7 voor Capelle. Dat is eigenlijk een hele verrassende tussenstand, want het stond aanvankelijk 6-4 voor AMVA. Op dat moment werd er een opstellingsfout gesignaleerd bij AMVA en kreeg AMVA 6 punten aftrek. En plotseling dus 4-0 voor Capelle. Maar in die tweede set vecht AMVA zich weer terug. Staat inmiddels 10-9 met Wouter van der Groot aan de opslag. Speelde vorig jaar nog samen met zijn broer bij Animo in Sneek. Zijn broer ging naar Zwolle en deze Wouter van der Groot dus naar AMVA. 10-10. Ziet ook broertje Latouhin. Tweede spelverdeler van Capelle. Van der Groot. Start-out is voor Capelle. 10-10 dus in de tweede set. Bezemer. Boonstra kiest voor Timmerman. Tactische bal, mislukt. Mag die redding ervoor gaan. De protesten zijn er van Capelle. Maar ondertussen maakt Ralf Bakker het af. 11-10 voor Capelle in de tweede set. Edwin Benne, die heel rustig coachte. Martijn Vink. Omheen lopen van Wiebering, maar die staat hem uit. En dus 12-10. Boonstra ditmaal op Van Vliet. Bezemer, die kiest voor Ralf Bakker. Nog een keer Capelle. En nog een keer Bakker.
Hard in de blok, maar die bal kan niet meer gehaald worden door Jarno Timmerman. Het is toch weer een sprintje in de tweede set van Capelle. 13-10 inmiddels. Nou, deze bal wordt dus vier keer geraakt. En dus 14-10. Een setpoint voor de ploeg uit Capelle. Vink. Bakker, een keer met de opzet. De 3 meter aanval van Trommel. En van Vliet. Nog een keer aan Vier. De andere kant dan, Timmerman. En via het blok van Ebbelaar en Bakker. De side-out voor de ploeg uit Amstelveen. Van de Groot weer. Harde service, opgevangen door Vink. En Trommel. Hellinga. En Timmerman. Die afkomstig is van Dynamo. Daar speelde hij vorig jaar maar heel heel weinig. En nu dus basisspeler bij ANVJ. Jarno Timmerman. Is de bal aangeraakt? Ja, dat is hij. En dus het nu een setpoint voor Capelle. Bezemhoorn. Boonstra kiest voor Timmerman. Niet aangeraakt en die bal is uit. En dus 15-11 in de tweede set. Stand 1-1 in de wedstrijd. En hier links in beeld Ron Boudry. Inmiddels manager bij Capelle. Vorig jaar was hij nog assistent coach. De derde set wordt dan weer heel verrassend gewonnen met 15-7 door ANVJ. Nu staat het 2-1 voor de ploeg uit Amstelveen. In de vierde set gaat het weer aardig gelijk op. De stand is 10-9 in het voordeel van Capelle. En deze Patrick Koelemeij, paaser afkomstig van Vrevok, aan de service. Tepper. In het blok van de Groot en Boonstra. En dus 10-10. Smalle basis dus bij ANVJ. Veel getrokken spelers. Onder andere Justin Sombroek, die naar Dynamo ging. Edwin Benners dus gestopt. En ook Van Putten is vertrokken. En er moeten dus nog wat spelers bij gaan komen. Want anders zal het een heel lang seizoen worden. Voor ANVJ. Bakker. Surf weer terughaalt naar Capelle. Hij speelt ook samen beachvolleybal met zijn broer. En samen stonden ze dus in de basis gisteravond tegen ANVJ. Martijn Vink, die bal niet echt lekker kan pareren. En zo spokkelt ANVJ de puntjes bij elkaar. Boonstra, tactische service die net over het net valt, een soort floater. En zo spokkelt ANVJ de punten bij elkaar. Er zit ook deze Patrick de Reus, oud speler van Capelle. Hij is gestopt en houdt zich alleen nog maar bezig met de goalsport. En hij zag hoe zijn oude ploeg worstelen met zichzelf. Hier Vink in het blok van Timmerman. En hier staat Hellinga uit. Gelukje voor Capelle. Trommel. Boonstra en Koelemeij. Bezemer. Teffer. Kan hij zijn ploeg op sleeptouw nemen. Martin Teffer. Bezemer nog een keer op Teffer. Tweemans blok. Die bal gaat uit. Dat is ook op Capelle terug tot 11. In de vierde set. Nog een keer Jeroen Trommel. Timmerman. Ja, die stond toch lekker te spelen, die diagonaalspeler. Die studeert. Aan de VU. En daarom heeft hij gekozen voor ANVJ. In plaats van tweede diagonaalspeler zijn achter Mark Roeren bij Dynamo. Hier wordt het 14-11 en dus matchpoint voor de ploeg uit Amstelveen. Ziet ook Pieter-Jan Leeuwering. Koelemeij met de laatste opslag van de wedstrijd. De paas van Trommel is niet goed. Gelijk afgestraft door Van de Groot. 15-11 in de vierde set. En zo wint ANVJ met 3-1 van Capelle. Heel verrassend. Als je kijkt naar de reputatie van Alkom, dan wel. Maar ik moet zeggen aan de andere kant, ik heb heel veel vertrouwen in deze groep. En ik ben ook erg blij natuurlijk goed gelukt is vanavond, maar zo verrassend was het eigenlijk niet. Je bent toch een tijd bezig met die ploeg en je hebt toch wel een aardig beeld van wat ze kunnen. Dus
Ik had niet verwacht dat we heel makkelijk zouden winnen. Ook niet dat we zouden verliezen. Het was een beetje moeilijk te voorspellen wat het zou gaan worden voor mij. In al die jaren dat ik weg ben geweest. Wel tegengevallen omdat ik vind dat we niet alles hebben kunnen doen wat we eigenlijk zouden willen doen. Waarom ben je eigenlijk teruggekeerd? Nou, dat heeft een deels maatschappelijke reden, deels economische reden ook. Ik kon niet in Nice blijven, waar ik 6 jaar heb gespeeld en gewoond. En ik had geen zin om binnen Frankrijk te verhuizen naar een andere club. Dus toen had ik iets, nou, dan maar terug. Ja, want we zijn je een beetje het oog verloren na de Spelen van 92. Wat heb je allemaal daarna gedaan? Ik heb 1 jaar in Cannes gespeeld en 5 jaar in Nice, dus dat ligt plak bij elkaar. En daar heb ik al die jaren met veel plezier gewoond en gewerkt. Dan gaan we Benne zelf nog in de lijnen zien. Nou nee, ik heb net mijn spelerskaart gezien en er stond niet op dat ik speelgerechtig licht was. Dus nee, in principe Capelle niet. Slaagde, horen we van Twan van Peperstraat. En die uitslagen van vorige week zorgden voor wat onderschatting aan de zijde van Vrevok, spelend in het wit. En daarbij speelde Capelle in de eerste set gewoon uitstekend. Michel Everaert met de opzet. En de set-out via Arne Arendt. Everaert. Bezemer. En Martin Teffer, de oud-international. Die zorgt voor een stand van 13-11. In de eerste set. Boudens. En het blok bij Jeroen Trommel. En zo wordt het 14-11 en de setpoint in de eerste set voor Capelle. Dat is goed uit de startblokken kwam. Ralf Bakker. En de side-out zo voor Vrevok. Alan van der Loo. Vorig jaar speelde hij nog bij Capelle. Gebrand is op een goed resultaat. De middenaanval via Trommel met een gelukje. Matthijs Dekker dan. En die bal gaat via het blok uit. En dus 14-12. Van der Loo. Een van die twee goede pasers bij Vrevok. Bakker. Door een misverstand. Dan kan Vrevok gaan bouwen. Everaert. En opnieuw Matthijs Dekker. Een klasse apart bij Vrevok. Vorig jaar speelde hij hier met 5 Amerikanen rond zich heen. En nu trekt hij de ploeg. Goeie aanval aan de rechterkant. Goed doorkomen van Jeroen Trommel. Een van die twee jonge pasers bij Capelle. Die andere is Martijn Vink. Allebei zijn ze 18 jaar. En hier mag Trommel serveren. Everaert. Kies dit keer voor Rini Boutens en die bal is uit. En dus wordt het 15-13 in de eerste set voor Capelle. Dan de tweede set. Daarin was het lange tijd spannend. 7-7 staat het hier. Bezemer. En hier staat Job Ebbelaar in het blok. En dus 8-7 voor Vrevok. Boutens. De diagonaalspeler van Vrevok. Ook vorig jaar was hierbij. Deze bal gaat via de rug van Bakker uit. En dus 9-7. Fink. Bezemurg en Bakker. Geplaatste bal. Kan gered worden. En via Lentelink mag Capelle weer gaan bouwen. Bakker. Everaert. Kies natuurlijk voor Dekker. De meest zekere factor bij Vrevok. En zo wordt het 10-7. Dankelschijn. Een van die twee lange middenspelers van Vrevok aan de servers. Dankelschijn 2,5 meter. Die andere Mark Lentelink 2,8 meter. Allemaal in de slotfase van die tweede set. Waarin Vrevok gemakkelijk uitliep. Hier een mooie geplaatste bal van Bakker en Teffer. Maar ze hebben het net geraakt. En dus 12-7, 5 punten op een rij voor Vrevok. Tot lang nog 13-7. En hier door een fout van Martijn Vink 14-7 en de setpoint. Mark Lentelink. Vorig jaar speelde hij nog bij Lennek in België. En die fout van Capelle wordt gelijk afgestraft. 15-7 in de tweede set. En we staan weer op 1-1 in Nieuwegein. Dan een hele vreemde derde set. Die heel gemakkelijk naar Vrevok ging. Liefst 15-2. En dit zijn beelden uit de vierde set. Waarin het 14-10 wordt en dus matchpoint voor Vrevok. Oh ja, Ebbelaar. De opzet van Bezemer is niet echt lekker. Maar Trommel zorgt toch voor de set-out voor Capelle. Teffer. Dan weer een goed tweemans blok. Ebbelaar en Vink. En zo komt Capelle in de slotfase nog een puntje dichterbij. 14-11. Everaert.
En ook die bal valt binnen, 14-12. Zou het dan toch nog? Teffer. Even raak met de opzet. En Matthijs Dekker. Hij komt er nu niet doorheen. Vink. En dan het foutje bij Lentelink. En 14-13. Voor de oppassen geblazen. Voor Vreefok. En nog steeds Teffer aan de opslag. Everaard. Die veel wordt afgewisseld met Dirk-Jan van Gent. Nu gaat die bal uit en dus matchpoint opnieuw voor Vreefok. Rini Bouters. Trommel. Bezemer. En Vreefok kan gaan bouwen. Van der Loo. Die bal is goed. 15-13 in de vierde set. Vreefok wint met 3-1 van Capelle. Dat is lekker voor Alan van der Loo tegen zijn oude club. Ja, natuurlijk. Je wil altijd winnen tegen je oude club. Dan heb je goede beslissingen gemaakt. Kijk, als ze zeggen je verliest met 3-0 strak. Dan kan jij je afvragen of je goede beslissingen hebt genomen. Waar kan het Vreefok gaan eindigen? Ja, kijk, we zijn een nieuwe groep. Ik heb het eerste jaar dat ik bij Alkmaar speelde, heb ik het ook gehad. Een groep wat meteen... De 4 jaar jongere Jochem de Gruyter. En de 21-jarige Twan van Kuik. Maar omdat er maar 12 spelers naar het WK mochten, moesten er nog 6 aanvallen. En helaas voor de volleyballers van Nesselanden, zij waren de klos. Ze hebben dat opgesplitst deze zomer in 2 groepen. De A en B groep, dat zijn de eerste en de tweede set van het nationaal team en het C-team. Dat is de derde groep, wordt zo genoemd. Dat zijn eigenlijk de jongens, de nummers 13 tot en met 18 van die lijst. Aangevuld met wat spelers uit de Nederlandse Eredivisie. En wij hebben dus met die groep apart getraind deze zomer. En ja, indien dat nodig was, hebben wij zo af en toe een keertje met de A en B groep meegedaan. In het geval dat er blessures waren en dergelijke. Het is niet zo dat ik al heel lang bezig ben geweest. Nou, ik zou best wel eens mee kunnen. Ik heb altijd zo van, ik kijk wel wat er komen gaat. Maar in september is hij gaan trainen met de groep die hij definitief mee wilde nemen. En daar zat ik niet bij, dus toen kon ik al wel inschatten dat ik niet mee zou gaan naar Japan. Twan van Kuik en Timo Dijkgraaf wisten dus al in een vroegtijdig stadium dat ze af zouden vallen. Voor de Gruyter lag dat anders. Ik heb 6 weken de voorbereiding van het nationaal team gewoon meegemaakt. En anderhalve week voordat ze weg zijn, hebben ze officieel de beslissing genomen wie ze meenamen. En dan viel ik helaas af. Hoe gaat zoiets? Je traint gewoon tegen de basis met het tweede team. En dan kijkt de bondscoach gewoon wat hij het meest nodig acht. Of hij een sterkere paas of een sterke aanval nodig heeft. En daar baseert hij dan zijn beslissing op. Voor de 3 zit er niets anders op dan zich volledig te richten op de Nederlandse competitie. En bondscoach Toon Gerbrands heeft ze alvast wat huiswerk meegegeven. Mijn netspel moet verbeterd worden. Achterin was het allemaal voldoende, zei hij. Alleen vooral aanvallend was het tekort. En kon je daarin vinden? Ja, dat kon je wel in vinden, ja. Dus jij gaat nu weer keihard aan de slag? Ja, inderdaad. Ik ga gewoon dit seizoen daar gewoon veel tijd aan besteden. En, dan hopen dat ik er volgend seizoen weer bij zit. Kijk, je kiest uiteindelijk voor een nieuwe club. VC Nesselanden, toch landskampioen geworden afgelopen jaar. Nou, dat betekent dat je gewoon veel in het volleybal investeert. Nou, dat doe je altijd met het doel om hoger op te komen. Tenminste, ze werkt dat bij mij. En dat betekent dat ik daar inderdaad hard voor aan het werken ben om een van die jongens eruit te spelen. Nou, is te veel dat je vanavond bijvoorbeeld helemaal geen speeltijd hebt gehad. Nee, dat klopt. Maar goed, dat zijn keuzes van de coach en daar bemoei ik me niet mee. Dus ja, dat is gewoon zijn visie op die wedstrijd van vanavond. Maar in die zin heb je natuurlijk wel een gok genomen. Want stel, je komt dit seizoen amper aan spelen toe, dan word je er alleen maar slechter op. Stel dat het zo zou zijn, maar daar ben ik niet bang voor. Ik denk dat wij zelf gewoon dit seizoen alle 12 spelers van hard nodig zullen hebben. We krijgen gewoon een hele zware competitie. Daarnaast gaat die beker lopen. We spelen dadelijk voorronde voor de Champions League. Dat betekent gewoon dat we het hartstikke druk zullen krijgen. En dan heb je ook vaak gewoon die brede selectie nodig. Timo Dijkgraaf ging in zijn poging het Nederlands team te halen wel heel erg ver. Hij had er zelfs een omscholing voor over. Er werd mij voorgelegd van dat ik eventueel op de paaslopenpositie een kans zou hebben. Daar waren wat posities vrijgekomen, waren wat spelers gestopt. En of ik dat zou willen. En op de libero-positie had ik best wel had ik op de lijst mogen staan. Maar dan had gewoon de kans kleiner geweest dat ik in aanmerking zou komen. Dus ik heb daar bewust op dat moment voor gekozen om daarop te gaan spelen. Maar je gelooft er nog wel in? Ja hoor, ik zie het wel. Ik zal het geen... Het is niet dat mijn carrière mislukt als ik het Nederlands team niet meer haal. En is er zelf ook niet blij mee. Henk Hansma.
Robert van Es. Nu wel succesvol. Mooi gebruik gemaakt van het blok. Ronald Sootsma, ook hij maakt gebruik van het blok. De bal gaat buiten de lijnen. Stand nog steeds 11-11. Mooie aanval, Mark Broeren. Robert van Es. En opnieuw Broeren. En daarmee wordt stand 12-11. Knap blok van Dynamo. Nu al wordt buiten de lijnen geslagen. Het is 13-11 in het voordeel van Dynamo. Zwolle had de voorsprong in deze eerste set, maar geeft hem nu uit handen. Ja, probeer hem zoveel mogelijk op te lasten, zeker in deze fase. Ja, en steek niet te veel energie in hem, dat gaat ten koste van je eigen spel. Wat je zelf moet doen, moet je nu goed doen. Ja, probeer niet te veel te zweven naar die buitenkant. Zet hem weer terug. Onze mid achter, probeer op die positie de sterkte rechtdoor daar naar 6-1 te gaan. Kom aan hoor, ik wil goed zo spelen, aan het eind niet weggeven. Hop. De aanwijzingen van Gert Timmer. Die twee spelers, belangrijke spelers, aan de kant ziet zitten. Kars Fontaro links, Gapond en Martijn Dieleman. Dieleman, last van een rugblessure. Probeerde vanochtend nog mee te trainen, maar kon helaas niet meedoen. En Fontaro, last van een enkel blessure. 13-11, nog steeds de stand. Maar de service gaat over naar Zwolle. Wissel dan bij Zwolle. Erik Hermsen, hij gaat eruit. De versterking aan het net is van Peter van der Groot. Vooralsnog mag het niet helpen, want de service gaat over naar Dynamo. Sander Oldshorn. Peter van der Groot laat de bal in het net. En daarmee is het setpoint voor Dynamo. Sander Oldshorn met de service 14-11. Wat een mooie aanval van Guido Bruinsma. De verdediging van Dynamo is kansloos. Arthur Vennik. Nieuw setpoint voor Dynamo. Mark Broeren. En opnieuw een wissel. Best volle. Erik Hermsen komt er weer in. Mark Broeren. Iets te overmoedig. Speelt een goede eerste set. Maar kan de setoverwinning voor Dynamo niet op zijn naam schrijven. Erik Hermsen. Mooie aanval. Snelle aanval door het midden. Joshua Carloyla. Sander Mul. 14-11. En is die bal in of uit? Nee hoor, wordt uitgegeven. Dus geen eerste set voor Dynamo nog. 14-11. Met Guido Bruinsma aan de service voor Zwolle. Robert van Es. Bal wordt ingegeven. En dus kan Zwolle nog wat terug doen. 14-12.
Bal in het veld, dus dubbelfout. Guido Bruinsma opnieuw met de opslag. Robert van Es. Mooi diagonaal geslagen die bal. ...14-12... voor Joshua Corlola. Knap verdedigd. Kansen dan voor Zwolle. Spelverdeler Henk Hansma probeert het zelf en slaat de bal uit. Dat betekent dat Dynamo de eerste set wint. Dat Dynamo de eerste set met 15-12 won. Dynamo eigenlijk deze hele set op voorsprong, maar nu het misverstand in het achterveld bij de Apeldoornse ploeg. En dus weer kansen voor Zwolle. Zwolle dat eigenlijk te weinig servedruk neerzet om Dynamo echt lastig te maken. Maar nu dan, misschien Arthur Fennick. Nee, bal komt ook heel makkelijk. Kansen voor Mark Broeren. En dus gaat de service over naar Dynamo. Mark Broeren met de aanval vanaf de rechterkant. Sander Oldshoorn. Wout van Velsen. Mooie middenaanval van Zwolle. Erik Hermsen. Lijkt dat het een netfout is, maar wordt niet wel afgefloten. Dus kan Zwolle de service terughalen. Dus kan Zwolle scoren. Zelfs 9-6 is het voordeel van Dynamo. Hermsen met de opslag. Sander Mulder. Nederlands kampioen met beachvolleybal. En af en toe kan je dat terugzien in zijn spel. Die hele slimme balletjes, niet hard geslagen, maar wel heel erg goed gemikt. Sander Oldshoorn krijgt de bal niet onder controle. Wout van Velsen. 9-6 in het voordeel van Dynamo. Sander Mulder. Met een sprongserve niet al te hard. Maar dan een nare dwarrelende bal voor de verdedigers. Mooi geslagen bal. Joost Kooistra. Heel goed diagonaal. Vlak voor de verdediging van Dynamo. Henk Hansma. Mooie aanval door het midden van Dynamo. Joshua Kaloyla. Wat mooi, de spelverdeler. Bij de tegenstander zand in de ogen te strooien. Zootsma komt er niet aan. Zet er die bal toch aangeraakt is door Dynamo. Protesten wij Dynamo, want ze zeiden dat die bal niet aangeraakt was. Maar desondanks toch het punt voor de Apeldoornse ploeg. 10-6. Joshua Carlola. Blok. Joost Kooistra van Zwolle. Hij slaat de bal in het blok. En dus loopt Dynamo verder uit. 11-6. Kailola. Fennick. Knap geslagen bal. En de wissel bij Zwolle. Craig Wakeham komt erin voor Erik Hermsen. Harde bal van Oldshoorn. 2,5 meter en 24 jaar oud.
Frank Denkers. Over het net heen van spelverdeler en Kansma van Zwolle. Dat betekent dat het nieuw een punt is voor Dynamo 12-6. Greg Wakeham probeert er nog iets terug te doen voor de Zwolse ploeg. Mooie diagonale aanval. Ronald Sautsma, de routinier. Joshua Kelola. Aanval vanaf de 3 meter lijn. Robert Van Es. Gooit de bal verkeerd op. Probeert het nog een keer. Van Es, oud international. Dit jaar voor het eerst gepasseerd bij het nationale team. En ook zijn tweede poging mislukt. Arthur Vennik. Oudspeler van Dynamo. Het is 2 jaar over in de Zwolse dienst. Maar ook hij kan niks doen aan de achterstand. Was wel op dit moment. 12-6 voor Dynamo. Vennik. Goed verdedigd. Oldhoorn. Knap verdedigd bij Dynamo. Sander Mulder dan. Probeert weer zo'n slimme bal te spelen. Hij gaat buiten de lijnen. En dus gaat de service over naar Zwolle. Sander Mulder. Craig Wakeham. Mark Broeren. Well, Wakeham niet die bal goed kon verdedigen. Mark Broeren. Wout van Velsen probeerde er een slimme bal van te maken. Dat werd doorzien door Joshua Kelola. Daarmee wordt het 13-6 in het voordeel van Dynamo. Het lijkt er geen veldje aan de lucht voor de Apeldoornse ploeg. Ook in deze tweede set. Terwijl Joost Kooistra nu nog even de service overbrengt naar Zwolle. Wout van Velsen. Mulder, nu met een harde bal. Vierde blok uit. 13-6 voor Dynamo. Mulder met de opslag. Een slimme bal van Ronald Sautsma. Los uit de pols. ...13-6. Nog steeds in het voordeel van Dynamo. Henk Hansma. De opslag voor Zwolle. Snelle aanval in de nek. En Frank Denkers. Joshua Kelola. Wel een 2-blok, maar netjes omheen geslagen door deze Kelola. Moeilijke service. Kelola dan moeten doen. Vanaf de 3 meter lijn toch nog verdedigd. En dan gaat de bal buiten de antenne om. Knap geprobeerd van Dynamo. Joost Kooistra. Nog steeds 13-6 in het voordeel van Dynamo. Frank Denkers. Tweede spelverdeler bij het nationale team. Een goed blok van Robert Van Es. En daarmee wordt het setpoint voor Dynamo 14-6. Zwolle leidt kansloos deze tweede set. Frank Denkers. Sfeert de bal uit. En dus de side-out voor Zwolle. Kans willen misschien toch nog een paar puntjes scoren. Dat ze lekker in het spel komen. Ronald Sautsma.
Sander Oldshoorn. Slaat de bal uit. En inderdaad nog een puntje voor Zwolle erbij. Kunnen ze misschien wat zelfvertrouwen terugkrijgen. Toch in deze tweede set. Goeie paas bij Dynamo. Van Es. Knap verdedigd. Hier de kansen voor Zwolle. Dan Joost Kooistra. Was ook een moeilijke hoek. En daarbij opnieuw setpoint voor Dynamo. 14-7. Robert van Es. Goeie paas. Craig Wagham. En die slaat de bal door het blok heen. Van Mark Broeren. En Sander Oldshoorn. Arthur Vennik. 14-7 de stand. Mark Broeren. Nieuw Broeren. En dit keer lukt het wel. Opnieuw dat setpoint voor Dynamo. 14-7. Sander Oldshoorn. Opnieuw een goede side-out van Zwolle. Wout van Velsen, snelle aanval. Blok van Dynamo was er nog niet. Craig Wakeham. Slingerbal. Sander Mulder. Dit is zo'n beachvolleybal. Het zou zandhappen zijn geweest voor Wakeham. Koos daar dan. En dan dubbel fout. En er is nog geen setpoint. Niet de set voor Dynamo, om precies te zeggen. Wel setpoint natuurlijk. Terwijl er nog even getwijld moet worden. Veel commentaar op Joep van Eersel, de eerste scheidsrechter. Van beide kanten. Frank Denkers maakt het eerste, in de eerste set al even te bond. En die kreeg een rode kaart. Mark Broeren dan. 14-7. Goeie service. Opnieuw een goede aanval van Zwolle. Wout van Velsen. Ja, en als Zwolle er geen druk op heeft staan, dan presteren ze wel. Eigenlijk is die tweede set natuurlijk kansloos voor de Zwolse ploeg. Mooie aanval, Sander Mulder. Door het blok heen van Ronald Sootsma. En van Henk Hansma. Nieuwe setpoint, Sander Mulder. 14-7. Slechte paas daar van Arthur Vennik. En daarmee wordt het 15-7 in de tweede set. Zwolle kon er in deze tweede set absoluut niet bij hem vastkomen. Dynamo de betere ploeg. En nadat ze de eerste set met een slechte paas. Toch nog over net gekregen van Arthur Vennik. En dan Zombroek met een iets te snelle bal. En dus stond het blok van Zwolle er al. Service over naar Zwolle. Henk Hansma. Een mooie aanval. Snelle aanval. Lesje Joshua Carlola. Jarenlang dienst in Apeldoorn. Slechte paas. Dus de kansen nu voor Dynamo. Mark Broeren. Toch knap verdedigd. Nieuw Dynamo, Justin Sombroek. Kan hij bijna vanuit stand. Slaat hij die bal. Knappe bal. En dus komt Dynamo terug. 12-8 is de stand. Dus een beetje paniek bij Zwolle. Wat een ruime voorsprong, 12-5. Bijna voorbij, weg ziet gaan. Ik denk dat hoger de bal. Hij heeft dat snel. Hij heeft ook Huisma. Hoe voel jij je? Ja?
Heb je een peren? Ja, ik begrijp het. Leid door, kom maar. Een wat optimistischer Appie Krijnse. Ik zie zijn ploeg terugkomen. Terwijl de achterstand nog ruim is. 12-8 is de stand in het voordeel van Zwolle. Carlola. Arthur Vinnik. Die slaat de bal uit. En dus komt puntje voor puntje Dynamo dichterbij. Carlola, 12-9. Is de voorsprong van Zwolle nog. Maar slinkende. 12-10. En geeft Zwolle dan toch nog weg in deze derde set. Het lijkt er wel op in deze fase. Carlola. Ronald Sootsma. Die kun je de ballen wel geven op zo'n stand. Arthur Vennik. Springservice kan heel hard zijn. Dus gevaarlijk. Komt goed aan die bal. Mark Broeren. Goed gebruik gemaakt van het blok. Jos Koistra. Hij probeerde hem te blokkeren. Frank Denkers. Dynamo denkt dat die bal uitgaat, maar hij wordt wel degelijk ingegeven. En een nieuwe wissel bij Zwolle. Wout van Velzen komt erin. Erik Hermsen gaat eruit. Hermsen dus een rondje achterin gedraaid. Ronald Sootsma. En gelijk een goed blok van Velzen. En daarmee wordt het 13-10 en zou Zwolle dan toch die voorsprong in die tweede set gaan pakken. Dan moet je het ook wel goed blijven serveren. Ik weet ook Ronald Sootsma, maar ja, hij doet het nu even niet. Justin Sombroek. Tests bij het Nederlands team hebben uitgewezen dat hij heel veel kracht bezit. Maar moet nog wel iets ontwikkelen. Ook de foutserve. Craig Wakeham. 13-10 en dan wordt Zwolle toch een beetje nerveus. Sander Oldshorn. Arthur Vennik. Functioneel vanaf de 3 meter lijn. Joost Koistra. Mooie aanval van Sander Mulder. Snelle aanval op de buitenkant. 13-10 nog steeds de stand. Arthur Vinnik. En die slaat de bal. Touché. Aangeraakt dus door het blok van Dynamo. En Zwolle kan op setpoint komen. Als deze service van Wout van Velzen goed is. Goeie service. En daarmee komt inderdaad Zwolle op setpoint. 14-10. En dan moeten ze natuurlijk dat setpoint nu even verzilveren. Van Velsen. Nieuwe goede service. Ja hoor. Zwolle wint de derde set met 15-10. En dus leeft Zwolle nog. Nadat ze de eerste twee sets verloren van Dynamo. Nu dus 15-10 in het voordeel van Zwolle. En vanzelfsprekend gaan we verder met de vierde. En dat kostte een achterband en ze kwamen zelf diep in een gat terecht. En kwamen daar dus niet meer uit. Al dus Martin Ketelaars. Fans heeft hij absoluut niet meer.
van overwinning verspeeld. En het drama. Mooi breed gespeeld van spelverdeler Frank Denkers. Hield het spel ruim en dus kon Broeren langs een eenmansblok slaan. Sander Mulder. Zootma die problemen met de service had. Maar de goede aanval van Craig Wakeham. Stand 7-4 in het voordeel van Zwolle. Joost Kooistra. Harde opslag. Mooie aanval van Robert van Es. Beetje schuin onder die bal. En dan via het blok. Door het blok heen. Arthur Vink. In het blok. Luc de Nijs. Frank Denkers. Dynamo komt dichterbij. 7-5. Joshua Colonna. Service terug naar Zwolle. Naar deze Wout van Velsen. Nu een eenmansblok. Goed verdeeld van Frank Denkers. Nu een opslag. Bal om door het veld heen. Dubbel fout. Nieuw Denkers met opslag. Een mooie aanval. Robert van Es. Hard geslagen, mooi in het achterveld, daar waar niemand stond. Door normaal gesproken de blokkering. Het gebied waar normaal gesproken voor de rekening van de blokkering wordt genomen. Slaat Robert van Es de bal. Frank Denkers. Stand 7-6. Dynamo dus nog maar één puntje afstand van Zwolle. Maar de service terug naar Zwolle toe. Henk Hansma. Neemt de tijd. Luc de Nijs. Robert van Es met de opslag. 7-6. En kan hij die naam op gelijke hoogte brengen? Ja hoor, dat doet hij. Heel mooi, precies langs het lijntje. Craig Wakeham, hij verkeek zich er helemaal op. Stand 7-7. Dynamo dus weer terug. Craig Wakeham. Goed verdedigd door Dynamo, nu dus de kansen. Mark Broeren. En de bal wordt verzegeld gegeven. Beetje een gelukje. Wout van Velsen. Hij raakte de bal nog aan. En dus voorsprong voor Dynamo in deze vierde set. Dan hoor je het ook wel goed blijven serveren. Robert van Es. Hij serveerde de bal in het net. 8-7 is de stand voor Dynamo. Arthur Vinnick. Heel hard, maar heel hard in het net. Luc de Nijs. Ronald Zootsma, niet te hard, keurig geplaatst achterin het veld. Ronald Zootsma. Beetje rommelige bal.
En Mark Broeren die daar heel keurig, zonder dat hij over het net heen ging, met zijn hand, want dat mag niet. Speelde hij de bal. De kamikaze-vlucht van Henk Hansma moet nu even opgetwijld worden. Stand 8-7 in het voordeel van Dynamo. Apeldoorns ploeg dus weer op voorsprong. Dat ze met 7-2 achter stonden in deze vierde set. Goede blok van Sander Mulder. En de problemen dus bij Zwolle. Dat die grote voorsprong voorbij ziet gaan. En nu op achterstand staat met maar liefst 7-9. Dynamo leek klaar om in de pan gehakt te worden. Maar komen toch nog keurig terug. Goed, dat was het nog niet wat betreft het volleybal vanuit Apeldoorn. Want we natuurlijk gaan we nu kijken naar de ontknoping van de wedstrijd tussen Dynamo en Zwolle. Onze ploeg. Wout van Vels. Nou, als ze doeltjes achter het veld hadden gehangen, dan was het een doelpunt geweest. De bal gaat dus uit. Frank Denkers, ook hij is niet succesvol. 9-7 in het voordeel van Dynamo. Zwolle probeert nog terug te komen, maar hij heeft er heel veel moeite mee. Onder andere deze mooie aanval van Robert van Es. Van Es met de opslag. Slecht gepaast. Wakeham. Moet zijn lichaam ongeveer 30 centimeter uitrekken. Want hij achterspeler was. Hij werd dan keurig toch nog de bal binnen de lijnen te krijgen bij Dynamo. Misschien pept dat de Zwolse ploeg weer even op. Luc de Nijs. Wordt geblokkeerd. Maar opnieuw de kansen voor Dynamo. Mark Broeren. Goed gebruik gemaakt van het blok. Langs het blok geslagen. En dus de service terug naar Dynamo. Langs het blok. Mark Broeren. Luc de Nijs met opslag. Frank Waken. Niet zo scherp voor hem de bal. Daarmee wordt het 10-7 in het voordeel van Dynamo. Maar dan moet Dynamo natuurlijk wel goed blijven serveren om deze vierde set naar zich toe te trekken. Ronald Sosa met de opslag. Slechte paas. De Nijs, moeilijke hoek. En dus een makkelijke bal. Kansen dan voor Zwolle. Bas Kooistra wordt knap verdedigd door Dynamo. Nu dan. Hele harde bal. Hele mooie bal van Wout Velsen. Nog een keer. Heel mooi. Snel gespeeld. 18. De achterstand van Zwolle. Mark Broeren. Nu moet het blok groot zijn. Niet goed. Maar dan kan hij toch verdedigd worden. Een mooie rally. Uiteindelijk goed afgemaakt door Dynamo. Josia Carlola. Slaat de bal binnen de lijnen. Mark Broeren. Wakeham.
Wickham. Arthur Vinnick. En een heel slim van de Rotterdam. Frank Denkers met opslag. Is de voorsprong van Dynamo. Arthur Vennik slaat de bal in het blok. Daarmee wordt het 12 tegen 8. Lijkt het verzet van Zwolle een beetje gebroken. Zwolle dat heel lang 18 achter bleef staan. Telefoon voor Sander Rolstorm. Attentie. Gert Timmer, de coach van Zwolle. Vader en moeder van Justus Sombroek. En het Zwolle publiek ziet het met leden ogen aan. Het staat 12-8 voor Dynamo. De Zwolle moet nu wel alle zeilen bij zetten om deze vierde set nog te kunnen winnen. Arthur Vinnick in het blok van Mark Broeren. En daarmee wordt het 13-8. En Dynamo dus nog maar 2 punten verwijderd van het matchpoint. Craig Wakeham slaat de bal uit. Alles op fietspoging. Er wordt nog gezegd dat het touché wordt gegeven. Ik zag het niet, maar de lijnrechter wel. En dus gaat de service over naar Zwolle. Zwolle leeft nog. Maar dat wordt weer heel moeilijk. 8-13 is de stand. Joshua Carloyla. Iedereen bij Zwolle denkt dat die bal uit is. Maar dan wordt een touché gegeven. 13-8 voor Zwolle. Voor Dynamo. Koosstra, die voetbal kwam ook niet helemaal lekker. En dat betekent matchpoint voor de Apeldoornse ploeg. Tot nu toe blijven ze ongeslagen in de competitie. En ook een achtste treffen in de competitie. Lijken ze te gaan winnen. Aanval dan van Craig Wakeham. Goed langs het blok geslagen. Kansen dan nog voor Dynamo. Henk Hansma komt onder die bal. Arthur Vinnick. Italianen erin om met plaatsballen te scoren. Iets of wat snellere reactie en verdediging of zo, dan hadden we heel wat tips kunnen oppikken en zo. Dat we iets meer hadden, rustiger hadden kunnen opbouwen. Want op dit moment zijn we eigenlijk altijd één stap te laat geweest. Mazeik verliest ook de derde set met 20-25. En moet zich net als 2 jaar geleden tevreden stellen met zilver. 2 jaar geleden was Modena te sterk, nu dus Treviso. De kloof met de Italianen wordt wel kleiner, maar is er nog. I cannot say that the gap is closer. On the same time, I have a feeling we are not so far away, but still far away from winning. But to play the same level, I don't think it's so far away. But. Maar voorlopig moet Mazeik zich nog tevreden stellen met de titel van vice-Europees kampioen. Ook al de verrassing van het seizoen. De ploeg uit Nieuwegein hield het lang vol in de play-offs. En dit jaar zorgen ze opnieuw voor een verrassing. Vrevok eindigt als tweede in de reguliere competitie. In een van de laatste competitiewedstrijden werd zelfs Dynamo verslagen. En dus is Vrevok bij de start van de play-offs opeens favoriet voor de landstitel. Nou, we hadden wel verwacht dat we natuurlijk niet alleen middenmotor zouden zijn met dit team.
Zeg, we hebben goede spelers en ervaren spelers in het team zitten. Dus we moesten wel hoger eindigen. Maar tweede plaats is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, want het begon in het begin van het seizoen een beetje moeizaam. Ja, tuurlijk. We zijn allemaal nieuw bij elkaar. Dus je moet allemaal wennen aan elkaar. En daarom gaat het denk ik wel moeizaam. Wat is jullie kracht? Onze kracht, de teamgeest. Als de teamgeest er is, dan winnen we van elke ploeg. We zijn een allround gewoon een goed team. We zijn op alle plaatsen goed bezet. En ik denk dat we een hele goede trainer-coach hebben die heel duidelijk een bepaald systeem neergezet heeft. En dat wordt uitstekend door het team uitgevoerd. Wat is dat specifiek aan het systeem? Nou, het is niet zozeer specifiek aan het systeem. Wij doen een aantal, ja goed, we hebben een blokkeersysteem wat misschien wat afwijkt van de meeste anderen. Maar daar zit niet het grote verschil in. Ivo, waar wel dan? Waar zit het grote verschil? Nou, Ivo hamert ongelooflijk op het team gebeuren. En daar dat dwingt hij ontzettend veel in af. En daar doet hij ook nooit concessies in. En ik denk dat dat heel duidelijk de kracht is van het team ook. Ja, mijn aanpak is heel anders. En dat is moeilijk uitleggen. Waarom is mijn aanpak anders? Probeer eens. Ja, dat zou je moeten aan jongens vragen, denk ik. Maar, meer op het team gebeuren, zeggen zij. Meer op de mens gebeuren. En, ik ben geen politieagent. Ik wil niemand met stok achter de rug jagen. Ik wil niet ene zijn die met vuist op tafel slaat en mensen verplicht om te werken. Nee, wij doen het. Het team moet stap zetten. Ik wijs alleen richting als trainer. Martinovic is dus belangrijk voor Vrevok. Maar begin januari kon hij zijn enthousiasme niet temperen en hij schold de scheidsrechter uit. Martinovic kreeg een rode kaart en 2 wedstrijden schorsing. Gisteren zat hij dus niet op de bank, maar erachter. Ik weet zeker, hij zit op de tribune, hij kan nog steeds aanwijzingen geven. Het maakt niet uit. Iemand in de tribune mag natuurlijk ook iets zeggen. Dus het maakt op zich niet uit of je er wel bij is of niet bij is. Het team staat. Ja, hij is geschorst. Wat vind je daarvan? Nou, aan de ene kant... Oké, hij had dingen niet moeten zeggen zoals hij ze gezegd heeft. Maar hij is al gestraft die set waar hij rode kaart voor kreeg. Dus aan de andere kant vind ik het natuurlijk raar en stom dat hij een tweede straf daar overheen krijgt. Iedere mens maakt domme fouten. Was het een domme fout? Dat was heel dom van mij. Maar nu? Niks. Ik denk dat wij in de loop van de tijd bij Vrevok geleerd hebben dat één persoon, één speler, zelfs één trainer, niet bepalend is voor ons succes. Wel kan bijdrage leveren dat we het bereiken, maar niet alles op de hoop zetten. En ondanks dat Martinovic niet op de bank zat, maar erachter, was Vrevok toch de favoriet tegen Capelle. Hier in de blauwe shirts. Capelle eindigde als 7e in de competitie. Een plaats die de ploeg eigenlijk onwaardig is. Juist het begin van het seizoen had Capelle het echt moeilijk. Trainer Pieter-Jan Levering werd weggestuurd. En Ron Baudrie nam het roer over. De laatste tijd ging het wat beter met Capelle. Ook de onderlinge wedstrijden tussen Vrevok en Capelle waren ware thrillers. Beide keren won Vrevok. Maar moeizaam. 1 keer met 3-1 en 1 keer met 3-2. En ook in de eerste set ging de strijd gelijk op tussen Capelle en Vrevok. Hier is de stand 21-22. Het voordeel van Vrevok, Matthijs Dekker met de tactische bal. Sorowski voor Capelle. Dekker, maar in het blok. En daarmee wordt de stand gelijk, 22-22.